Ja, de hondenkop. Trein. De 375. Uniek stukje, ja, noem je dat? Rail historie? Ja, ik denk het wel. Tenminste, in die zin. Een maand geleden dat de voormalige eigenaar naar me toe kwam van joh, wat kunnen we voor elkaar betekenen? En ja, je bent het verder gaan zoeken wat voor trein het is. Ja, ze zijn echt bijzonder blij wat we in bezit hebben, ja, absoluut. Ja. Camping Landuitzee in Wieringenwerf heeft al flink wat bijzondere slaapplekken, maar zo'n grote als de hondenkop hadden ze nog niet. Je bent niet ongemerkt voorbij gegaan over de snelweg. Nee, we hadden wel een hoop bezoekers inderdaad, fotografen en onderweg. Ja, dat klopt, absoluut. Ja. Wat zijn je plannen met deze trein? Nou, wat we nu gaan doen, er zijn nu twee stukken hier naar binnen weer gekomen. Die gaan naar binnen toe. We gaan hem eerst gewoon grondig bekijken, gewoon de toestand en de staat van de trein zelf, van binnen en van buiten. We willen hem eigenlijk gewoon weer in de oude staat, in de groene staat willen maken, weer terugmaken zoals hij in de jaren 60, 70 geweest is. En op de camping, in Wieringenwerf, camping Landuitzee, daar gaan we dus een hele station maken. We willen in ieder geval, de trein is nu 50 meter. We moeten kijken wat er nog goed bruikbaar is en dan kijken we voor de inrichting. En ja, we vermoeden dat die teruggebracht wordt naar 40 meter. En dat we daaruit gewoon de trein weer aan elkaar gaan lassen. En dan weer zoveel mogelijk de trein weer in de oude staat gaan herstellen. Maar goed, er komen wel dus slaapvertrekken in voor, we denken zelf, 6 personen. Ja. Dan heb je wel een uniek stukje om te slapen. Ja, dat heb je zeker. Dus we verwachten ook wel dat het druk zal worden volgend jaar.